Mag ik de hoogleraren verzoeken hun baret af te nemen? Ik open deze academische zitting met gebed. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. As you might have noticed, I will speak in Dutch, but for those who cannot yet understand that language, simultaneous translation is available, as you know. Dames en heren, nogmaals zeer van harte welkom bij deze academische plechtigheid bij gelegenheid van de opening van het academisch jaar 2022-2023. Ik heet de leden van het stichtingbestuur van harte welkom, monseigneur, leden van het college van burgemeester en wethouders, maar uiteraard ook in het bijzonder onze sprekers. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennep, en haar vader, fijn Jos, dat ik jou ook hier zie. Ook een groot denker over de vragen die hier vandaag centraal staan. En de president van de KNW, Marleen Dochterom, professor Dochterom, die daar vooraan in de corona is gaan zitten. Fijn dat u er allemaal bent. Zonder uitzondering, welkom. Want namens de decanen, namens onze medewerkers, namens het college van bestuur, vind ik het echt fijn om te zien dat er zoveel belangstelling is om dit academisch jaar met elkaar te openen. In wat voor een tijd? Een tijd vol spanning en uitdagingen die ook voor onze juist benoemde universiteitshoogleraar Kim Putters, die in ons midden is, brede welvaart, de nodige uitdagingen zal geven in zijn hoedanigheid als voorzitter van de SEG. Maar goed beleid, ook Corien Prins zei het vanochtend nog in de krant, vraagt om denken in samenhangen, vraagt om nadenken, vraagt om lange termijn perspectieven. Studenten in ruime getalen aanwezig, om jullie draait het dus. Jullie zijn de lange termijn, jullie geven daar met ons natuurlijk vorm aan. Het is fantastisch om te zien dat zoveel van jullie verantwoordelijkheid hebben genomen in besturen, in verenigingen, in de medezeggenschap in onze universiteit. Ik vind dat werkelijk indrukwekkend, dat jullie generatie klaarstaat om vandaag mee te luisteren naar wat hier gebeurt, om straks verantwoordelijkheid te gaan dragen. En ik wil ook, ik zie niet precies in het licht waar ze zit, Lili Schuurman, student-assessor bij het college van bestuur, welkom heten, voor het eerst in die hoedanigheid. Dames en heren, u heeft gezien, onze universiteit heeft als motto Understanding Society. Ik heb al eens gezegd, misschien is het moeilijker dan ooit. Een samenleving op drift, in beweging, grote vragen in samenhang. Wezenlijk vandaag daarin talent, arbeidsmarkt. We zeggen wel eens, sommigen zeggen wel eens, ach, dat zijn problemen, we noemen het een arbeidsmarkt en die markt lost dat wel op. Zelfs als dat zo zou zijn, dan weten we dat er voldoende redenen zou zijn om uitkomsten van markten ook te beoordelen. In termen van waarden die de markt zelf misschien niet kan leveren. Lange termijn rechtvaardigheid. Überhaupt de werkzaamheid van waar die markt voor bedoeld is. Betrokkenheid in een samenleving die onder spanning staat, die vraagt om wezenlijke antwoorden op niet altijd makkelijke vragen. Daarvoor zijn universiteiten bedoeld. Mevrouw de minister, we zijn zeer erkentelijk dat u vandaag in die rol, die verantwoordelijke rol, in die niet gemakkelijke tijd, ons wil inspireren met uw perspectief op vragen die daar spelen. En straks zullen we ruim de kans hebben om daarover ook echt in gesprek te gaan. We zijn blij en via u wil ik ook namens onze academische gemeenschap het kabinet danken voor de extra middelen die ons in het kader van die arbeidsmarkt gegeven zijn om jonge mensen met echte aanstellingen binnen onze universiteit weer ruimte te geven. En ik zal dus het gegeven paard niet in de bek kijken. Maar ik zie wel glimlach, u weet, anders heb ik wel een spreekwoord dat me helpt om het belang daarvan toch te onderstrepen. Maar in een academische gemeenschap zullen we nooit aarzelen kritische vragen te stellen en kritisch te kijken. We zijn er heel blij mee. Meer middelen eindelijk om de enorme werkdruk die met jaren onderfinanciering geboren is,
aan te pakken. Maar als we dan toch even die bek kijken, dan moet me wel van het hart dat we echt kritisch mogen zijn op de transactiekosten die meekomen met de middelen. Sommigen van u weten dat ik wel eens de metafoor van zo'n zeehaven gebruik. Een universiteit is een ensemble van faculteiten, van vakgroepen, van gepassioneerde medewerkers. En we maken nu mee dat in de financiering van onze universiteit, in onze omgeving, heel verschillende allocatiemechanismen met hele verschillende incentive-structuren binnenkomen. Op zich onvermijdelijk. En we gaan het redden. Maar het is wel goed om op te letten dat de externe financiering niet zodanig wordt ingericht dat de interne dynamiek onhanteerbaar wordt. Want ook onze academische gemeenschap vraagt om solidariteit, omdat we een gemeenschap zijn. En het denken in sectorplannen, om maar eens één ding te noemen wat we van het hart moeten, is eigenlijk, als je het wel beschouwt, een beetje vreemd. Sectoren zijn er, natuurlijk, maar maken we niet juist in onze samenleving nu mee dat het denken in de traditionele structuren en de traditionele sectoren ons vaak eerder in de weg zit om vernieuwing tot stand te brengen dan dat het ons daarbij helpt. We moeten dus zorgen dat we niet de vraag van morgen met instrumenten en benaderingen van gisteren te lijf gaan. Dan mag u op ons rekenen en we hopen dat het kabinet collega is in het bewaken dat elke euro die wij niet aan onderzoek en onderwijs uitgeven, maar in transactiekosten verdwijnen, kritisch worden bejegend. Er is niets mis met goede administratie, maar het dient uiteindelijk het belang van onderzoek, van onderwijs en van het organiseren van maatschappelijke betekenis. En ja, steeds meer ook in de vorm van onderwijs dat buiten de primaire studentengroep een leven lang leren gaat bevorderen. U kunt op ons rekenen. Dus pas op met rigide KPI's, met doelstellingen die worden bevroren. Ik denk dat onze collega's Juliette Schaatsma en David Peters vanochtend in NRC een debat hebben geantameerd dat het echt de moeite waard is om het goed te voeren. We waren er hier in huis eigenlijk al volop mee bezig. Want samenwerken, interdisciplinaire academische vorming voor complexe vraagstukken, dat is wat echt aan de orde is. Ik had van de week een mooi gesprek met een collega, Rick Pieters, hoogleraar in onze universiteit. Die reikte me een heel recent artikel aan uit de Journal of Economic Perspectives. En dat gaat eigenlijk over het onderwerp van vandaag. Dat is een buitengewoon inspirerend gesprek. Ik raad uw lezing van dat artikel ook aan. 4 Facts About Human Capital. Het is niet aan mij vandaag om lang te spreken, maar ik heb één citaat uit dat artikel meegebracht. A growing body of work emphasizes the importance of non-cognitive or so-called soft skills, like patience, self-control, consciousness, teamwork, and critical thinking. While such skills are clearly important, the very terms soft and non-cognitive reveal a lack of understanding about what these skills are and how to measure and develop them. Het is mooi dat Deming dan pleit om ze voortaan higher order skills te noemen. Een woord dat in de context van deze universiteit natuurlijk in genade wordt aangenomen. Een wezenlijke opdracht om de hogere orde niet te vergeten. Weaving minds and characters. Jullie, studenten. Wij allemaal. Een grote verantwoordelijkheid om in complexe samenhangen opnieuw te leren denken. Ook de lange termijn. Ik noemde nog een andere collega. Corine Prins, die vanochtend in haar hoedanigheid als WER-voorzitter het kabinet oproept om ons klaar te stomen voor scenario's waarin samenhang in een lange termijn wordt nagedacht. En dan bedoel ik niet alleen de kille winter, de nare oorlog en de mogelijke terugkeer van COVID, maar meer principieel het gevoel dat we hebben dat onze samenleving misschien wel in de grondvesten bedreigd wordt in wat hem uiteindelijk belangrijk en aangenaam voor ons allemaal maakt. Kortom, dames en heren, talent, arbeidsmarkt en een samenleving op de richting en verandering. We hebben vanmiddag, denk ik, een mooi onderwerp te pakken. Waardig om een academisch jaar mee te openen. Welkom nogmaals, in het bijzonder, aan onze nieuwe studenten, aan onze gasten, maar ook nu allereerst aan het boegbeeld van onze wetenschap. De nieuw aangetreden president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, professor Marleen Dochterom. Zij is gespecialiseerd in bio-nanoscience. En ik heb eerlijk toegegeven dat het niet een van de kerncompetenties van onze universiteit is daar. Aan de andere kant, we weten dat juist in de academie wederzijdse inspiraties over disciplines heen nooit mag worden uitgesloten. Het is mij een grote eer, Marleen, om aan jou het woord te geven.
Ja, geachte aanwezigen, dames en heren, studenten, medewerkers van Tilburg University, College van Bestuur, mevrouw de minister. Allereerst wil ik u hartelijk danken, meneer de rector, dat u mij heeft uitgenodigd om vandaag samen met u de opening van het academisch jaar in Tilburg te vieren. In een jaar waarin u bovendien het 95-jarig bestaan van uw universiteit viert. Alvast van harte gefeliciteerd. Ongeveer een jaar geleden was ik ook in deze zaal om getuige te zijn van de afscheidsrede van professor Mark Groenhuizen, hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en victimologie. Eén van mijn leermeesters in het bestuur van de KNW. Ik heb veel van hem geleerd. Helaas begrijp ik dat hij er vandaag niet bij kan zijn. Naar ik hoop wel in het publiek, een van onze nieuw gekozen leden van dit jaar, professor Bart Bronnenberg, hoogleraar kwantitatieve marketing aan uw universiteit. En ik zie er naar uit om hem aanstaande maandag officieel als nieuw KNW-lid te mogen installeren in ons Trippenhuis in Amsterdam. Wellicht ook in het publiek is Christel Doreleijers, ik weet het niet, taalwetenschapper en promovendus verbonden aan uw universiteit, maar ook ons Meertens Instituut. En zij is een van onze nieuwe Faces of Science. Het is voor mij een eer dat ik vandaag bij jullie aller universiteit te gast ben. Het thema dat u voor deze dag gekozen heeft, meneer de rector, is talent en arbeidsmarkt. En daar ben ik heel blij om. Er is wat mij betreft niet zo inspirerend als talent. Talent ontdekken, bewonderen en met name faciliteren. Beschouw ik als een van de mooiste kanten van mijn beroep. En in mijn geval, het is al genoemd, is dat beroep allereerst het zijn van een experimenteel biofysicus in de bionanoscience die probeert te ontdekken hoe levende cellen nu eigenlijk precies werken. Met een lab bij de Technische Universiteit Delft. Maar mijn beroep is ook leidinggevende binnen mijn eigen universiteit en bestuurder bij de KNW. En in al deze rollen is het werken met en voor talent uiteindelijk de inspiratiebron. Vandaag richt ik mij vooral tot jullie, studenten van Tilburg University. Waar zijn jullie? Boven ook, denk ik. Ik ken jullie nog niet, maar ben wel heel nieuwsgierig. Wat zijn jullie plannen, ambities, zorgen misschien? Waar staan jullie over 5 of 10 jaar? Hoe gaan jullie ons helpen de, mag ik wel zeggen, zeer complexe vraagstukken van onze huidige maatschappij op te lossen? Jullie lijken daarvoor in ieder geval naar de juiste stad te zijn gekomen. Immers, wat Tilburg University drijft is understanding society, om daarmee bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Het thema vandaag is breder dan talent. Het gaat ook over de arbeidsmarkt en de wijze waarop jullie straks je weg zullen vinden in deze arbeidsmarkt. En ik denk dat het niet overdreven is te stellen dat de keuzes die jullie zullen maken, samen met de keuzes van al jullie generatiegenoten, bepalend zullen zijn voor onze toekomst. Daarvoor is naar mijn mening allereerst van belang dat jullie de gelegenheid krijgen je eigen talent te ontdekken, hier aan de universiteit. Dat talent kan van alles zijn. Het is niet afhankelijk van wat je doet of op welk niveau je dat doet, maar het is het geven van uiting aan datgene waar je goed in bent, waar je inspiratie aan ontleent. En waar jullie inspiratie aan ontlenen wordt nooit bepaald door iemand anders, maar altijd door jullie zelf. En hoeft dus per definitie niet aan de verwachtingen van een ander te voldoen. Wat een ander, of in ieder geval de maatschappij, wel van jullie kan verwachten, is dat zij mee mogen genieten van jullie talent. Of dat nou bij het oplossen van de complexe vraagstukken van de toekomst is, of in de kunst of de sport. Daarbij hebben we ieder talent hard nodig, op elk niveau en in elke discipline. Gelukkig hebben we in Nederland een baaier aan mogelijkheden, zoals minister Dijkgraaf dat gisteren in Buitenhof noemde, met aan elkaar complementaire opleidingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Met technische en mens- en maatschappijgerichte opleidingen en met alles wat nodig is om deze disciplines met elkaar te verbinden. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat deze verbinding meer dan ooit nodig is om de grote maatschappelijke problemen aan te kunnen. Of dat nu gaat over de toekomst van onze planeet of de toekomst van onze democratie. En de vraag die wij, degene die lang geleden zijn afgestudeerd, daarbij vooral moeten stellen: hoe komt dat talent tot z'n recht
En hoe kunnen wij daarbij helpen? Als je zoals ik de 50 gepasseerd bent, ontstaat de neiging te denken dat je het allemaal eens gezien hebt. En kunt voorspellen hoe jonge mensen zich zullen gedragen. Gelukkig is dat niet zo. Het betekent ook dat ik niet kan voorspellen hoe jullie de toekomst vorm zullen geven. Dat is geheel aan jullie. En ik kan dus maar één ding vragen. Verras ons. Wat ik wel kan doen, is een paar dingen noemen waar wij als KNW de afgelopen jaren aandacht aan hebben besteed en nog aan besteden. Om de juiste randvoorwaarden te scheppen voor het geval jullie talent straks een plek in de academische wereld krijgt. Hoe zorgen wij dat ook de toekomst van de academische wereld talentvol is? Voor de kwaliteit van elke organisatie, inclusief de academische wereld, is het van belang dat ieder lid talent zich kan ontwikkelen. En dat betekent allereerst een organisatie die nadenkt over diversiteit en vooral over inclusie. Hoe zorgen we dat ieders geluid gehoord wordt? Een van de factoren die daarbij van groot belang is, is een sociaal veilige werkomgeving of studieomgeving. En vlak voor de zomer heeft een KNW-commissie, onder leiding van Naomi Ellemers, zij spreekt er vandaag over in Utrecht, een advies opgeleverd waar ons door de vorige minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, om gevraagd was. In een advies dat zeer innovatief is vormgegeven, ik raad u aan het op te zoeken online, reikt deze commissie ons handvatten aan om een sociaal veiliger werkomgeving te bewerkstelligen. Het kernwoord hier is preventie. Hoe raken we doorlopend met elkaar in gesprek over de vraag hoe we willen samenwerken, om te voorkomen dat we problemen pas adresseren als ze uit de hand gelopen zijn. En dit najaar zullen wij met dit thema verder aan de slag gaan. En we hopen dat ook de universiteiten er hun voordeel mee zullen doen. Het andere traject waar de KNW samen met de universiteiten nauw bij betrokken is, is het nieuwe erkennen en waarderen. Dit gaat over het waarderen van ieder talent dat voor het op hoog niveau functioneren van de academische wereld noodzakelijk is. Waaronder natuurlijk onderzoek en onderwijs, maar bijvoorbeeld ook leiderschap. Vaak zijn afdelingen bijvoorbeeld zodanig van externe financiering afhankelijk, en er verandert gelukkig ook iets in die situatie, dat er geen ruimte lijkt om iets anders dan succes in onderzoek of het binnenhalen van onderzoeksfinanciering te waarderen. Maar dat leidt niet tot de beste versie van onszelf of het effectief benutten van al ons talent. Dus nadenken hoe we dit meer in balans kunnen krijgen is van groot belang. En let wel, ik denk niet dat dit een makkelijke opgave is. Er zal niet automatisch de stress bij jong talent alleen maar verminderen. De ene hoepel door de andere hoepel vervangen kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn. Ik zeg zelf altijd, kwaliteit waarderen is hard werken. En hoe we dit doen, langs welke as dan ook, zal altijd een onderwerp van een lopend gesprek moeten blijven. En omdat we opereren in een internationale context, moeten we dit het liefst niet alleen doen. Maar vooral ook niet bang zijn om voorop te lopen. Het is denk ik mooi om te constateren dat elders in Europa het Nederlandse voorbeeld met belangstelling gevolgd en soms ook opgevolgd wordt. Overigens heeft ook de pandemie sommige van deze problemen in ons bestel nog eens duidelijk blootgelegd. Het rapport The Pandemic Academic van de commissie onder leiding van Nathalie Helberger, ook net uitgekomen, laat zien hoe de pandemie de ongelijkheid tussen wetenschappers hier en daar zelfs vergrootte. De mate waarin verschillende groepen wetenschappers werden getroffen door de pandemie verschilde sterk. Het gaat om verschillen tussen disciplines, tussen jonge en gevestigde wetenschappers, mensen met en zonder vast contract, mensen die meer of minder digitaal vaardig zijn. Tussen wetenschappers met en zonder substantiële zorgtaken voor jonge kinderen. En het toont eens te meer aan dat het belangrijk is voor ieders talentvolle toekomst dat er binnen de wetenschap een eerlijk speelveld voor iedereen ontstaat. En bij dit traject is het de input van jonge onderzoekers in mijn ogen van het meest wezenlijke belang. Ik ben dan ook blij dat onder andere, en niet zeker niet alleen, maar ook onder andere de jonge academie, onze jonge academie zich sterk voor dit traject inzet. Ook mooi om te zien dat de Jonge Academie morgen, op 6 september, een nieuwe versie uitbrengt van de Beginner's Guide to Dutch Academia. Om buitenlandse, maar misschien ook Nederlandse onderzoekers uit te leggen hoe ons academisch systeem nu eigenlijk werkt. En dan toch als laatste ook nog even over de arbeidsmarkt.
Op dit moment werkt er een commissie onder voorzitterschap van Mirjam van Praag aan een advies over de waarde van wetenschap. Net als een eerder advies uit 2018 gaat dit over wat de maatschappelijke waarde van wetenschappelijk onderzoek is en hoe dat het best in kaart gebracht kan worden, niet eenvoudig. Het eerdere advies, maatschappelijk impact in kaart, onder voorzitterschap van Richard van der Zanden, wijst er nadrukkelijk op dat het juist het opleiden van jonge mensen een van de grootste vormen van maatschappelijk impact is van instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. De tienduizenden studenten die jaarlijks afstuderen gaan met state-of-the-art kennis de maatschappij in. En deze kennis kunnen ze direct toepassen bij bedrijven, overheid en maatschappelijke instellingen. Het is dus van groot belang onderwijs en onderzoek niet te zien als verschillende pijlers, maar als twee kerntaken die elkaar versterken. Juist als het gaat om impact op de arbeidsmarkt. Goed, voor zover de KNW en wat wij proberen te verbeteren, helpen verbeteren aan het systeem. Als laatste paar minuten wil ik graag talent laten zien waar ik zelf als student en later als leidinggevende door geïnspireerd raakte. Tijdens mijn tijd als natuurkundestudent in Groningen, lang geleden, eind jaren 80, mocht ik graag dansvoorstellingen van het Nederlands Danstheater bezoeken. Ik werd altijd het meest geroerd door stukken waarbij groepen dansers in harmonie dansten. Niet in perfecte harmonie, maar met oog voor kleur en symmetrie. Al dacht ik nooit echt na over de betekenis. Ik laat straks een kort voorbeeld zien aan het einde van mijn betoog. Uit het ballet Falling Angels van de Tsjechische choreograaf Jiří Kilian. Uitgebracht in 1989 tegen het einde van mijn eigen studie. Later, bij mijn inaugurele rede in Delft, toen ik leiding gaf aan een jonge afdeling met een grote groep startende assistant professors, liet ik dit ballet zien om uit te leggen hoe inspirerend het samenbrengen van internationaal talent kan zijn. Zowel in de wetenschap als bij dit ballet komen jonge talentvolle mensen bij elkaar om samen iets van hoge kwaliteit te genereren. En daarbij is het nadrukkelijk niet alleen hun eigen talent wat van belang is, maar ook dat ze samenwerken, elkaar uitdagen, elkaar succes gunnen. In het stuk is bovendien te zien hoe individuen zich kunnen onderscheiden, ook al werken ze samen in een groep. Niet iedere danser doet op elk moment hetzelfde en draagt juist daarmee bij aan het geheel. En het voorbeeld wat u zo straks zult zien is daar een voorbeeld van. Overigens is online nog veel meer te vinden wat de choreograaf met dit stuk bedoeld heeft. Ik geef jullie hier slechts mijn eigen interpretatie. En voordat we het stukje laten zien, voor wie het aanspreekt, het werk van Kilian is ook dit seizoen te zien bij het Nederlands Danstheater vanwege de 75ste verjaardag van de choreograaf. Het programma begint 22 september met een eenmalig optreden hier in Tilburg op 30 november. Dus ik kan het u van harte aanraden. En dan stel ik voor dat we nu even naar deze mooie dansers kijken. Goedemiddag allemaal. En ik herhaal graag Wim's woorden. Fantastisch om weer een volle zaal te zien op een hele volle campus vandaag. Fijn dat dit zo weer kan. Mijn naam is Paulina Snijders. Ik ben vicevoorzitter van het college van bestuur hier aan Tilburg University. En ik wil ook
nu in het bijzonder de nieuwe eerstejaarsstudenten en al onze nieuwe medewerkers van harte welkom heten. En ik heb nog staan op onze prachtige groene campus, nu even iets minder groen, maar dat komt weer goed. Vorig jaar hebben we tijdens de opening van het academisch jaar een Dean's Den georganiseerd. Een soort Dragon's Den, maar dan met studenten die hun beste idee voor de universiteit aan de decanen onze dienst konden pitchen. En met trots kan ik melden dat twee van deze ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het eerste is een textielinzamelpunt op de campus, waarin de ingezamelde textiel circulair en duurzaam wordt gerecycled. En daarnaast, en dat was het andere pitch die is gemaakt, gaan we een community garden ontwikkelen aan de noord- en westzijde van het academiegebouw. En die zal bestaan uit een natuurlijke bloementuin, een groentetuin, wilde en groen blijvende planten. En is ook heel erg bedoeld zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten in een mooie duurzame omgeving. En tenslotte kan ik trots melden dat ik een paar uur geleden onze bibliotheek officieel heropend heb. De universiteitsbibliotheek is aangepast aan de wensen van de gebruikers van nu en heeft een stevige opknapbeurt gekregen. En het bijzondere is dat we dat heel erg in samenspraak hebben gedaan met studenten en medewerkers. Het aantal werkplekken is verruimd met veel, veel aandacht voor hybride samenwerken. Een grotere koffiecorner, een grote wens was dat. En we kunnen de kennis van onze wetenschappers tentoonstellen in speciaal daarvoor ontworpen vitrines. En dat allemaal op, en ik nodig u echt uit om daar een kijkje te gaan nemen, op een schitterend nieuw tapijt. Wat gemaakt is uit circulaire, modulaire tegels die zijn vervaardigd uit productieuitval. En mijn complimenten aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Dat gezegd hebbende wil ik nu graag door naar de uitreiking van de topsportprijzen. Iets wat goed aansluit, denk ik, bij het thema van deze bijeenkomst. Ik nodig Frenk Jongejan uit, onze topsportcoördinator, om een toelichting te komen geven. Frenk? Dankjewel, Paulina. En goedemiddag allemaal. Zoals we allemaal weten, lopen er heel veel talentvolle studenten op onze mooie, nu wat bruine campus. Bij een aantal van deze studenten ligt hun talent niet alleen op academisch vlak, maar ook daarbuiten. Topsporters en ook bijvoorbeeld ondernemers of mooie artiesten, zoals we net gezien hebben, worden vanuit de universiteit erkend, gefaciliteerd om hun talenten op beide vlakken te kunnen ontplooien. Waarom is het van belang om deze groep topsporters in het geval aanvullend te ondersteunen? Het Holistic Athletic Career Model van Wieleman, Rijns en De Knop uit 2013 stelt dat de overgang van de talentontwikkelingsfase naar de mastery window van een topsporter, dat is de periode dat een topsporter daadwerkelijk op het allerhoogste niveau kan presteren, over het algemeen samenvalt met de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. Met onze ondersteuning beogen we om deze studenten beter in staat te stellen om te kunnen excelleren op beide vlakken. De combinatie topsport en studie is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Zo laten de 150 studenten zien die op dit moment een talentstatus hebben toegekend gekregen hier op onze universiteit. Op de Wall of Fame, in ons mooie sportcenter, eren we de uitzonderlijke talenten die bewijzen of bewezen hebben op een goede manier die duale carrière te volbrengen. En ik zou dan ook heel graag Pauline weer het woord willen geven om twee nieuwe toevoegingen aan onze mooie Wall of Fame hier te gaan onthullen. En ik kan alvast een klein tipje van de sluier oplichten, dat het gaat om een alumnus-student van Tilburg Law School en een huidige student van de Bachelor Economics. Ja, dankjewel. Frenk, dan stel ik nu graag topsporter 1 aan jullie voor. En dat is Jurij Brusinski. Jurij stapte in 2005 als eerstejaarsstudent in de boot bij onze mooie roeivereniging FIDAR. En werd vervolgens, let op, 5 keer nationaal kampioen. Won goud en zilver op de wereldbekerwedstrijden in 2009 en 2010. En veroverde ook nog een bronzen medaille op het WK in 2009. Jurij, mag ik je uitnodigen op het podium? En graag applaus. APPLAUS.
blijf nog heel even staan, want ik moet natuurlijk. Ik heb ruimte voor één vraagje. Ik heb natuurlijk veel meer willen vragen. Maar als je andere mensen die een dual career doen, hè, dus of topsport combineren met een studie, of mantelzorg of een eigen bedrijf. Als je die één gouden tip zou mogen geven, wat zou je dan zeggen? Ik zou zeggen: studeer zoals je gedreven bent met sport. En probeer sport te bedrijven zoals je gedisciplineerd bent, hè, met studie en ambitie. Nou, dat lijkt me een hele mooie. Dankjewel. En dan gaan we nu door met onze tweede topsporter. Toch wel weer een hele andere discipline. Max Warmerdam, huidige student Economics. Max werd vorig jaar nationaal kampioen schaken. En hij schaart hier zich mee in een illustre rijtje naast Max Ewe, op deze universiteit niet onbekend, en Jan Timman. Max wordt regelmatig gevraagd als secondant in denktents van andere schaakgrootheden, zoals Anishi Giri en Jordan van Vereest. Max, komt alsjeblieft naar voren. En ook voor jou één vraag, ja, en die ligt natuurlijk ontzettend hard voor de hand. Hè. Dus in jouw sport, ja, dan moet je heel veel van je hersencapaciteit gebruiken. Heb je daar dan voordeel van bij van je studie? Of heb je dan bij je studie zoiets van, nou is het allemaal op? Nou, het schaken heeft zeker bijvoorbeeld mijn geheugen enorm getraind. En dat is zeker iets dat je kan gebruiken bij studie. Maar ik denk dat de combinatie, ook de duale carrière, mij gewoon enorm veel discipline heeft bijgebracht. En dat vooral heel belangrijk is. En je hebt toch maar 24 uur in een dag en die moet je goed verdelen. Oké, dankjewel. Luisteren jullie mee? Dankjewel jullie allebei. Een bijzondere prestatie voor jullie allebei. En dankjewel Ferenc voor de toelichting. We gaan nu verder met het volgende programmaonderdeel, waarbij ik graag het woord geef aan onze bijzondere gast vandaag, niemand minder dan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennep. Karien, mag ik je uitnodigen? Ja, dankjewel. Geachte aanwezigen, rector Magnificus, Wim, excellentie, studenten, ooit was ik er ook een. Professoren, docenten, maar vooral ook mijn vader en mijn schoonouders, allemaal in de zaal. Dat is een hele eer, kan ik wel zeggen. Voor mij in ieder geval, maar wellicht voor jullie ook. En tenslotte burgers. Want dat bent u ook en wanneer bent u voor het laatst zo aangesproken? En tenslotte voeg ik er nog één aan toe. Mede vrouwelijk natuurkundige. Het is toch wel bijzonder dat vandaag op deze universiteit, waar niet zoveel natuurkundigen zijn, u twee vrouwelijke natuurkundigen als keynote hebt gevonden. Er zijn er namelijk niet zoveel van. Het is een eer om hier vandaag te zijn, dat zei ik al. De officiële opening van het academisch jaar laat zien dat een traditie in het verleden geworteld kan zijn, stevig met twee benen in het heden kan staan en de blik op de toekomst kan richten. En die toekomst, en u hoorde het net al twee keer, die zit behalve in de inhoud van het programma van deze week natuurlijk vooral hier in de zaal. Maar die toekomst, die is onzeker. En u bent studenten die iets willen maken van hun leven, professoren en docenten die die studenten op dat pad willen begeleiden en gebruikmakend van de kans die onze maatschappij biedt om zo nieuw perspectief te creëren. Voor uzelf als student, voor anderen, voor de maatschappij. En ja, dat kan samengaan. En beste studenten, onze toekomst behoort vooral jullie toe. Meer dan aan mij, aan de overige sprekers of aan de vorige generatie. En dat realiseer ik me des te meer als ik hier sta. Ook mijn dochter is 18 en gaat studeren. En onwillekeurig moet ik dan denken aan wat David Cameron zei toen hij afscheid nam als prime minister. I was the future once. Nou, dat geldt ook voor mij, want inmiddels ben ik bijna 3 keer zo oud als jullie.
Toen ik zelf 18 was en technische natuurkunde ging studeren in Delft, was het 1987. Een geheel andere tijd. Hoe kreeg ik die toekomst van mijn ouders overgedragen? Wat heb ik ermee gedaan? En hoe willen wij als vijftigers die erfenis doorgeven? Welke visie hanteer ik daarbij of mijn leeftijdsgenoten? En wat is jullie rol als studenten daarbij? Meer concreet, hoe willen we dat die samenleving er over 20 jaar uitziet? Dat is de vraag die we onszelf telkens weer zouden moeten stellen. De why van elke actie die we nemen. En zeker in deze geopolitiek woelige tijd. Dat raakt ons allemaal, niet alleen vandaag, maar juist ook straks. Maar het raakt van jullie, die volgende generatie. Als het gaat om het klimaat, om voldoende betaalbare woningen, om een eerlijke arbeidsmarkt voor iedereen. En die rode draad, dat is voor mij sociaal perspectief. Of mooi ouderwets, sociaal rentmeesterschap. Dat is een opdracht aan ons allemaal. En daar wil ik het vandaag graag met jullie over hebben. Over het belang daarvan. Waarom willen we dat mensen perspectief hebben? Waarom willen we dat wij allemaal sociaal rentmeesters zijn? Of wat dat betekent, sociaal rentmeesterschap? Over verbinding in onze maatschappij. Over gelijkwaardige kansen voor iedereen. Juist in deze tijd, nu we als samenleving voor grote uitdagingen staan. Maar eerst even terug naar 1987. We zaten midden in de Koude Oorlog. Er stond een muur tussen Oost en West die ik voor het eerst zag op een vakantie in Zuid-Duitsland. En die op mij als tiener grote indruk maakte. Ik groeide op met doe maar, totdat de bom valt. En die spanningen liepen hoog op. Tussen de twee uitersten van de markt centraal versus de staat centraal. En steeds weer de dreiging dat het uit de hand zou lopen. Ook nationaal waren er harde tegenstellingen. Demonstraties op het Malieveld en tegelijk laat Lubbers zijn karwei afmaken. In Zuid-Afrika zat Nelson Mandela nog vast op Robbeneiland. En nieuws lazen we in een papieren krant. De telefoon had een draaischijf en een snoer. En die liedjes van Doe Maar, die luisterde ik op LP's en cassettes en singeltjes. En de PTT was een staatsbedrijf en de postcode kwam gewoon 2 keer per dag. Spaargeld brachten we fysiek naar de bank, in een zakje, en dan werd het met een pen bijgeschreven. De Tweede Kamer had 8 partijen. Het CDA was de grootste met 54 zetels en de PvdA had er 52. Tegelijkertijd, na de jaren 70, donderde de oliecrisis nog na. In de economie en op de arbeidsmarkt. De rente was torenhoog en de werkloosheid ook. Vandaag anders. Wij waren de lost generation. Er zou nooit een baan voor ons komen. En toch, 1987 was tegelijkertijd een aankondiging van een tijd van maatschappelijke verandering. Van nieuwe perspectieven. Beweging in een richting die heel belangrijk is. Welvaart, opleidingsniveau, kansengelijkheid, arbeidsparticipatie van vrouwen. Het nam allemaal gestaag toe. Want dames en heren, toen eenmaal de muur viel en de Koude Oorlog eindigde, lagen de jaren 90 voor ons met al hun mogelijkheden. Toen ik afstudeerde, waren de perspectieven ten goede gekeerd. Als je je best deed, als je kansen pakte, dan was er perspectief voor iedereen. Als je maar hard werkte, kreeg je het beter. Mogelijkheden waren er te over. En als inmiddels pas afgestudeerde, maakten we daar gretig gebruik van. En wat waren we trots op ons relatief egalitaire Nederland, waar alles goed ging. Waar de sociale partners samenwerkten, in de geest van het akkoord van Wassenaar. En we begonnen ons land te ontwikkelen in een richting die essentieel is. Een samenleving die mensen gelijkwaardige kansen biedt. Man, vrouw, opleidingsniveau, kleur, migratie, gay. Een samenleving die mensen gelijkwaardige kansen biedt. Een samenleving waar inzet en prestaties worden beloond. Met ruimte voor innovatie en een vangnet voor als het tegenzit, om kwetsbaren te beschermen. En een land dat werd gedragen door het geloof dat de volgende generatie het beter zou hebben. Dat zijn de waarden
waar ik altijd in heb geloofd. Omdat ze onze maatschappij veerkracht geven. Ze zijn ook de leidraad in mijn ministerschap. Cruciaal voor onze gemeenschappelijke toekomst. Onze toekomst en vooral die van jullie. Maar hebben wij de afgelopen decennia sinds de jaren 90 en 80 als goede rentmeesters voor die waarde gezorgd? Hoe staat het met onze veerkracht nu we voor grote uitdagingen staan? Hoe staat het met gelijkwaardige kansen voor iedereen? Hoe staat het met dat sociaal perspectief? Als je maar hard genoeg werkt, hebben je kinderen het beter dan jij. Zijn we nog wel dat land van omzien naar elkaar? Van solidariteit en saamhorigheid? Zijn we nog wel dat land van eerlijk delen, van verantwoordelijkheid nemen? Van waardering voor inzet? Ja. Ja, ik geloof oprecht dat we dat nog steeds zijn. Soms moeten we naar zoeken. En misschien ben ik een optimist. Maar ja, dat land is er nog steeds. Tegelijkertijd zien we dat de scheidslijnen zijn toegenomen. De lontjes zijn korter geworden. Meer ieder voor zich. Het grenzeloze zelf boven de zorgzaamheid voor een ander. Maar het antwoord op de uitdagingen van deze tijd komt uit de kracht van de samenleving. Maar op een andere manier dan nu. Met een andere overheid dan hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan. Niet door de burger te zien als klant, maar door oog te hebben voor de maatschappelijke waarde. Dat vraagt om een aanwezige overheid. Een overheid met een verhaal. Een overheid die normeert, soms corrigeert als het nodig is. Een overheid die het gesprek aangaat. Geen houding van laissez-faire of het loopt wel los. Een overheid ook die verder vooruitkijkt in een tijd van korte termijn denken. En dat vergt moed. Ook vandaag, net als in 1987, wordt onze veerkracht als mens en als maatschappij op de proef gesteld. We staan, anno 2022, opnieuw voor grote transities. Op het gebied van klimaat, nu er nog een kans is om het tij te keren. De afspraken in Parijs hebben we 7 jaar geleden in 2015 gemaakt. Het is hoog tijd. Maar grote veranderingen ook, onzekerheden in globalisering en geopolitiek. Dan hebben we een nieuwe blik nodig op wereldhandel en geglobaliseerde ketens, op just-in-time delivery. En als die unipolaire wereld ten einde komt en machtsverhoudingen verschuiven, dan staan onze internationale afhankelijkheden in een ander daglicht. Dan moeten we strijden voor een sterke NAVO en een slagvaardig Europa. Zo belangrijk, zodat we op dat wereldtoneel onze belangen en onze manier van leven kunnen verdedigen. Maar denk ook aan de transities op het gebied van energie. Gasvoorziening, nu heel zichtbaar. Met gevolgen voor voedselveiligheid. Denk ook aan people on the move. Nog versterkt door de oorlog in de Oekraïne, maar daarvoor al en daarna ook nog zeker. En tenslotte, hier in Nederland en in heel veel landen, bestaanszekerheid en sociale cohesie. En vorige week was er een spoeddebat in de Tweede Kamer. En ik heb het daar toen ook gezegd, maar ik wil het hier herhalen. Op het moment dat er mensen zijn die de boodschappen terugleggen bij de kassa, omdat ze die niet kunnen betalen. Op het moment dat er mensen zijn die het maandbedrag van hun energierekening verlagen, omdat ze hopen dat ze het met de eindafrekening straks wel kunnen cheffen, op dat moment is er echt iets aan de hand in Nederland. En dat raakt mij als mens, dat raakt mij als bewindspersoon. Want ik ben mede verantwoordelijk om daar iets aan te doen. De grote zorgen over de inflatie en de koopkracht zijn terecht. En als wij met elkaar een maatschappij willen bouwen, waarin mensen in elkaar geloven, waar sprake is van een sterke samenhang, hoort daarbij dat mensen structureel kunnen bouwen op een goed inkomen. Op een net loon. En dit zijn uitzonderlijke tijden, dat zei ik ook, die vragen om uitzonderlijke maatregelen. Om kwetsbare huishoudens te beschermen, middengroepen te ondersteunen, perspectief te bieden en te zorgen dat werken loont. Niet alleen voor de komende maanden, maar met de blik veel verder vooruit. Een structureel betere uitgangspositie voor die lagere inkomens.
de moed om over grote vraagstukken na te denken. Zodat mensen weer perspectief hebben. Zodat het loont om hard te werken. Zodat je kinderen vooruit kunnen. En die grote vraagstukken, die liggen voor ons. Migratie, demografie, inclusie. En we moeten nu nadenken over die kwesties van morgen. In het bijzonder vergrijzing en migratie. De cijfers zijn bekend. Vorig jaar 304 miljoen 65-plussers. In 2040 zijn dat er 4,7 miljoen, waarvan een derde ouder dan 80. Dat heeft gevolgen voor stedelijke ontwikkeling, voor samenhang in wijken, voor de zorg. Straks werken er 1 op 4 of 1 op de 3 als er niks aan veranderen mensen in de zorg. En tegelijkertijd wordt een groot deel van die zorg nu al geleverd door mantelzorgers. Dat bent u dus straks. Dat maakt vergrijzing tot dé sociale kwestie van morgen. En natuurlijk, innovatie, medische vooruitgang gaan ons enorm helpen. Maar die impact zal groot zijn. En datzelfde geldt voor de gevolgen van migratie, zeker op de lange termijn. Migratie moet veel meer een bewuste keuze zijn, niet iets dat ons overkomt. Het is van groot belang dat we weer grip krijgen op migratie. En daarom moet Nederland een voortrekkersrol vervullen bij de ontwikkeling van een Europees vluchtelingen- en asielbeleid. En moeten we bij instroom, behoud en vertrek nadenken over die korte en lange termijn effecten. Met oog voor de draagkracht en de behoeften van de Nederlandse samenleving. Daarom heb ik ook vlak voor de zomer de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling in 2050 ingesteld. Om juist hierover, onder leiding van Richard van Zwol, gedegen na te denken. Grote veranderingen, grote uitdagingen. En dames en heren, deze grote transities brengen grote onzekerheden met zich mee. En die zorgen voor onrust in de maatschappij. Dat kunnen we niet meer ontkennen, dat moeten we ook niet willen ontkennen. En wantrouwen is een breed maatschappelijk fenomeen geworden. En niet alleen op de plekken waar de vlaggen omgekeerd hangen. Wantrouwen in elkaar, wantrouwen in de politiek, wantrouwen in het leiderschap, wantrouwen in universiteiten. Wantrouwen dat tot grote proporties wordt uitvergroot via sociale media. En vaak zou ik dan ook wensen dat die stille meerderheid Kim meer van zich liet horen. Want daar zit ook nu, in tijden van grote onzekerheid, de blijvende constructieve houding, de redelijkheid waar je op kunt bouwen. Ik ga ervan uit dat u dat ook bent. Maar die stille meerderheid, die heeft wel dat sociale perspectief nodig. En het SCP waarschuwde vorige week opnieuw. En u kunt ook de Atlas van Afgehaakt Nederland erover lezen. De grote kloven in scheidslijnen lopen langs stad en platteland. Langs jong en oud. Langs contractvormen op de arbeidsmarkt. Langs de can't en cannot's. Tussen mensen met zekerheid en mensen zonder. Tussen mensen met een vast contract en mensen met een flexcontract, uitzendwerk, 2, 3 oproepbaantjes om maar net dat minimumloon te kunnen maken. Tussen mensen met vermogende ouders en mensen die dat niet hebben. Het zijn scheidslijnen die een deuk slaan in dat perspectief. En dat tast onze saamhorigheid aan, onze veerkracht. Waardoor mensen het gevoel krijgen dat hoe hard ze ook werken, hun kinderen het wellicht niet beter zullen hebben dan zij. En dat hebben we stilletjes laten gebeuren. We hebben de markt centraal gezet en niet de samenleving zelf. Kijk naar de woningnood. Wim zei het net al. Bouwen voor de behoeftes van de markt is iets heel anders dan bouwen voor de behoeftes van de samenleving. En dat juist in een tijd waarin we iedereen nodig hebben. En juist over dat sociaal perspectief hebben mensen steeds meer twijfels. En waar die kloof een jaar of 10, 20 al is, krijgen mijn kinderen het nog steeds beter dan ik, sociaal perspectief? Is met het verdiepen van die kloof de vraag ook fundamenteler geworden, pijnlijker? Het is een rauwe vraag naar bestaanszekerheid. En die is niet alleen van de laatste paar maanden. En die raakt ook jullie als jonge generatie. Het SCP heeft geconstateerd dat jonge mensen steeds langer aarzelen
om hun leven vorm te geven. Krijgen later kinderen, kopen later een huis, krijgen later een vaste baan. Dat bent u dus. Een optelsom van factoren maakt het onzeker om stappen te zetten. Een uitgesteld leven, jullie uitgestelde leven. En het is een teken dat de belofte van onze samenleving hapert. Dat de waarde van gelijkwaardige kansen voor iedereen, inzet en prestatie die worden beloond, en een vangnet voor als het tegen zit, echt aan onderhoud toe zijn. En dat is urgent. Want als je twijfelt of je kinderen het wel een beetje beter gaan hebben dan jij, geef je het op. Als je elke maand met stress wacht op de 21ste, zodat je je rekeningen weer kunt betalen, kun je over niets anders meer nadenken. Maar vooral als je het gevoel hebt dat jouw belang er niet toe doet. Dat jouw opinies niet gehoord worden. Diversity of opinion, net zo belangrijk als alle andere vormen van diversity. Als mensen dat gevoel hebben, dat wat zij voelen, wat zij denken, ze het niet hardop mogen zeggen, en tegenwoordig zeggen ze heel hardop, maar dat het er niet toe doet, dan haken ze af. En dat mogen wij niet laten gebeuren. Niet voor die mensen zelf, maar ook niet voor ons als samenleving. Want met de uitdagingen waar we nu voor staan, hebben we iedereen echt heel hard nodig. Dames en heren, dat ik in zo'n uitdagende tijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag zijn, zie ik als een groot voorrecht en een opdracht. Yes, politics matters. En in algemene zin denk ik dat we de markt de afgelopen decennia te veel credits hebben gegeven. En daar komen we nu van terug. En begrijp me niet verkeerd, ik kom uit die markt, ik kom uit het bedrijfsleven. Marktwerking zorgt voor innovaties, voor oplossingen, voor vooruitgang, voor werk, voor inkomen voor Nederland. Maar als je de markt te veel zijn gang laat gaan, komt het niet automatisch goed. Ook dat hebben we de afgelopen tijd gezien. Denk aan de omgang met 500.000 arbeidsmigranten, waar Emiel Roemer met zijn rapport heel pijnlijk heeft laten zien hoe wij met deze mensen omgaan. Dat zijn ook mensen, dat zijn geen grondstoffen. We zijn natuurlijk met zijn aanbeveling aan de slag. Of denk aan al die gevallen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, waar we nu een regeringscommissaris voor hebben aangezocht. Of denk aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Als je een andere achternaam hebt, met een hbo-opleiding, 40% minder kans op een vaste baan. Denk aan volkshuisvesting, stikstof en natuurlijk de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Bij dit soort uitdagingen hebben we niets aan een overheid die zegt, laat maar gaan, het komt wel goed. Hier hebben we van geleerd dat wegkijken het probleem alleen maar groter maakt. Dat mag ons niet meer gebeuren. Dan hebben we niets aan een overheid die de zaak beziet als een winst- en verliesrekening. Wat we nodig hebben, is een overheid die aanwezig is. Een overheid die een visie heeft en beleid uitzet. Ik zit nu in de positie dat ik iets kan doen aan dat achterstallig onderhoud waar we als samenleving mee te maken hebben. Bij het waarborgen van inkomenszekerheid en bestaanszekerheid. Bij het vinden van een nieuw evenwicht tussen zekerheid voor werknemers en wendbaarheid voor ondernemers. Bij integratie en inburgering via een nieuw stelsel dat beter evenwicht biedt tussen ondersteuning en eigen verantwoordelijkheid. Het zwaartepunt van mijn opdracht voor de komende 2,5 jaar, 24 december 2024, is waarschijnlijk de laatste dag dat ik nog iets bij de Kamer kan inleveren. Dat zwaartepunt ligt bij de arbeidsmarkt. Want dat is het centrale punt waar heel veel samenkomt. Daar krijgen individuele ambities en maatschappelijke ambities vorm. Daar zorgen we voor inkomen, voor sociale contacten, ontwikkeling, zingeving, inspiratie, waardering, groei. Maar onze arbeidsmarkt is niet in evenwicht. Dat is een breed gedeelde conclusie. Hans Borslap, de SER. Er is een grote krapte en een mismatch. Terwijl kapitaal wordt verspeeld doordat te veel mensen nog steeds aan de kant staan. En de risico's tussen hoge en lage inkomens, tussen vast, flex en ZZP, zijn ongelijk verdeeld. Verschillen in bescherming tussen zelfstandigen en werknemers zijn enorm toegenomen de afgelopen 10 jaar. De balans is zoek en het hervormen van de arbeidsmarkt
is een kwestie van het verzetten van vele bakens. Zodat we zowel zekerheid bieden voor werkenden als wendbaarheid voor ondernemingen. Dat een vast contract weer de norm wordt voor structureel werk. En een gelijker speelveld ontstaat met voor iedereen duidelijker regels. En dat leidt uiteindelijk tot inkomens- en bestaanszekerheid, tot verdienvermogen en tot sociaal perspectief. En dat is ook sociaal rentmeesterschap. Dus dames en heren, als de hoofdvraag is, de why, wat voor samenleving willen wij zijn over 20 jaar? Dan lijkt dat een moeilijke vraag, maar is voor mij het antwoord helder. En voor u misschien ook. Maar ik zie het ook als een vraag die we de afgelopen decennia uit de weg zijn gegaan. Misschien begrijpelijk, want het ging toch goed met de BV Nederland. En toch denk ik dat er alle reden was geweest om dat wel te doen. Nederland is geen BV. Nederlanders zijn geen klanten. En in zijn essay Groter Denken, Kleiner Doen legt Herman Cenk Willink dat uit. We hebben het daar laten liggen. Bijvoorbeeld als gevolg dat vanaf de jaren 60 ingezette proces van deconfessionalisering. We zagen hoe religies geleidelijk minder belangrijk werden. Waar ruimte voor nieuwe perspectieven ontstond, heel gezond. Maar ook een leegte. Een leegte in zingeving. Een leegte in maatschappelijke verbindingen. Een leegte in structurering van de democratie. En Cenk Willink betoogt dat een hernieuwd burgerschap dat vacuüm kan dichten. Want burger, dat zijn we allemaal. Burger zijn is eigenlijk onze allereerste baan. In goede en in slechte tijden. Burgerschap als publiek ambt, noemt Cenk Willink dat. Maar dan moet de politiek ons wel als burger zien. Niet als klant, niet als vijand. En daarmee kom ik terug op het begin, toen ik u aansprak als burgers. En wellicht vond u dat wat vreemd. Maar ik deed het niet voor niets. Want wat ik ermee wil zeggen is, de overheid kan het niet alleen. We hebben iedereen nodig. Bedrijven, wetenschappers, vrije pers, maatschappelijke organisaties. En mensen, burgers. En mensen die kunnen denken in hun eigen belang. Ja, dat mag ook. Maar ook in het algemene belang. Die kunnen denken voor hun eigen generatie en voor toekomstige generaties. Mensen die bereid zijn de waarden die ons land veerkracht geven, steeds opnieuw leven in te blazen. En de samenleving die ik voor ogen heb, komt niet tot stand als we alleen de markt zijn gang laten gaan. Maar ook niet als we top-down de staat laten bepalen wat goed voor ons is. En ook niet als we allemaal voor ons eigen deelbelang gaan staan. Zo'n samenleving komt tot stand als we als burgers gehoord worden en als burgers naar voren stappen, betrokken zijn. Als we ons er rekenschap van geven dat economische welvaart niet vanzelf maatschappelijk welzijn oplevert. Door iets voor jezelf te doen en voor elkaar in wederkerigheid. Door ons allemaal rekenschap te geven van de waarden die ons hebben gebracht bij het huidige Nederland. Waarden waar we profijt van hebben, maar waar je ook moet voor zorgen. Om ze weer ongeschonden, verder ontwikkeld, door te geven aan de volgende generatie. En dat is wat ik bedoel met sociaal rentmeesterschap. Het bieden van sociaal perspectief aan jullie kinderen. Dat je daar bewust van bent, actief voor inzet. Want die samenleving, dat zijn wij allemaal. En als ik u vraag om een betrokken burger te zijn, dan beloof ik u een aanwezige overheid. Zodat we samen als sociale rentmeesters dat Nederland vorm kunnen geven. Beste studenten, geniet van jullie studiejaar. Studeer, leef, ontwikkel je, maak vrienden. Denk, bid, voel, feest, reis. Daag uit, discussieer, mediteer wellicht. Doe dat als student, als mens en als burger. Doe het als rentmeester van de waarden die jouw leven mogen vormgeven. Maak er wat moois van. Dank jullie wel.
mensen skills gaan leren. Andere mensen steunen en motiveren. Er is krapte, snapte krapte, samen voor elkaar. Ook ik wil u van harte welkom heten bij deze feestelijke opening van het academisch jaar. Mijn naam is Jantine Schuit en ik zal in gesprek gaan met deze panelleden over talent en arbeidsmarkt. Dat zal ik doen in de vorm van een college, Tilburg University College Tour, en dat betekent dat er gewoon allerlei vragen gesteld kunnen worden. Maar we hebben de afgelopen week van een aantal studenten al vragen gekregen die ik aan het panel wil voorleggen. Maar ik wil u al van harte vragen, maar ook met name de studenten, als zij vragen hebben voor het panel, om dat te laten weten. En dan kunnen er iemand in de zaal met een microfoon en dan kunt u die vraag stellen. We hebben afgesproken dat we elkaar gaan tutoyeren tijdens dit gesprek en we doen het gesprek ook gewoon in het Nederlands. Maar het wordt vertaald in het Engels. Maar als je een vraag hebt en je wil het liever in het Engels stellen, doe dat vooral. Maar voordat ik begin met vragen, zal ik eerst nog het panel voorstellen. En als eerste wil ik graag voorstellen Ton Wildhagen, helemaal aan de andere kant van de stoelen. Ton, geweldig dat je kan zingen ook, hè, dat je mee heeft gedaan met deze enorme leuke liedje. Ik raad iedereen aan om echt de hele versie te zoeken, want het is echt een hele leuke tekst en een heel mooi liedje. Ton is hoogleraar op het gebied van arbeidsmarkt en eigenlijk is hij onze universitaire duizendpoot, want naast kennisontwikkeling doe je nog heel veel andere dingen, maar daar komen we later op terug. Daarnaast zit Charisse Vrezen, bijzonder hoogleraar op het gebied van human resource management, met een specialisatie op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. En je bent ook directeur van het People Management Center, wat eigenlijk een, zeg maar, de kennis vanuit de universiteit op het gebied van HRM wil toepassen in de praktijk. Nou, de minister van, Marileen, eigenlijk, je hebt ook niet helemaal meer een uitgebreide introductie nodig, want Wim heeft je eigenlijk al voorgesteld, hoogleraar bio-nanoscience. Ik wil je erg bedanken voor je mooie speech en we willen ook ons heel graag als universiteit committeren aan een aantal thema's die ook door de KNW zijn geïnitieerd of ook nu worden gestimuleerd, met name op het gebied van sociale veiligheid. Dat is een heel belangrijk thema waar wij ook als universiteit echt op in willen gaan zetten, maar ook op het gebied van talentontwikkeling en erkennen en waarderen. Dus dank u wel voor die mooie toespraak. En ook minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dank u wel. Bijzonder dat jullie allebei hier op deze bijeenkomst zijn. Ik was erg geïnspireerd door uw speech. Het is echt het hart van Tilburg University wat u eigenlijk uitspreekt. En wij als universiteit willen heel graag bijdragen aan de ontwikkeling van kennis die ook kan helpen bij het ontwikkelen van verder beleid. Maar ik wil ook graag onze studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt, zodat ze ook die complexe maatschappelijk vraagstuk waar u over praat, maar met name ook sociale ongelijkheid en bestaanszekerheid aan de orde zullen komen. Dus dank u wel en ook voor uw bijdrage aan de panel. En last but not least, onze wethouder van de gemeente Tilburg, Esma Lala. Ook je hebt heel mooi meegezongen met het nummer. Dank je wel dat je dat hebt gedaan. Je bent wethouder op het gebied ook van inclusieve arbeidsmarkt, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en werk- en arbeidsparticipatie. Maar voordat ik wil gaan beginnen met mijn vragen, zou ik je eigenlijk nog iets willen vragen om iets te vertellen. Want onlangs zijn wij, Tilburg University, samen met de gemeente Tilburg, hebben een onderzoeksprogramma opgezet. Misschien zou je daar kort even iets over kunnen vertellen. Ja, goedemiddag allemaal. Het mooie van Tilburg is dat wij al lange tijd hier een universiteit hebben. Een universiteit waar ik zelf ook heb gestudeerd en ook heb gewerkt. En de kunst is om van een stad met een universiteitsstad te maken. We hebben vandaag al een aantal keer gehoord over een aantal belangrijke en urgente maatschappelijke vraagstukken. En die kunnen we als gemeente nooit alleen oplossen. Daar hebben we de samenleving hard bij nodig, maar zeker ook de universiteit die met ons meekijkt over wat er nodig is. En om te onderzoeken wat werkt en ons helpt bij de juiste keuzes maken bij al die vraagstukken die er leven. Onder andere het thema van bestaanszekerheid, maar ook de inclusieve arbeidsmarkt. En het mooie in Tilburg is dat we niet alleen heel veel praten, maar vooral ook veel doen. En een onderzoeksprogramma is een mooie gelegenheid om met elkaar
creatieve oplossingen te bedenken via dat programma, zodat we Tilburg weer een stukje mooier maken. Ja. Nou, zelf zijn we natuurlijk ook uitermate blij mee, hè, dat we dit ook samen met de universiteit of met de gemeente kunnen doen. En we kijken ook erg uit om echt ook concreet bij te dragen in ons eigen regio. Esma, ik zal beginnen met de eerste vraag aan jou te stellen. En die komt van een student. Dus de vragen die hebben we via Instagram vorige week opgehaald. En mijn vraag, of de vraag die de student stelt, is: is je best doen nog wel voldoende? Een diploma hoger onderwijs is lang niet meer voldoende om stappen te kunnen maken op de arbeidsmarkt, denkt die student. En ik denk ook dat ik vooral even wil vragen aan jou om ook door te gaan, misschien niet zozeer om een baan te krijgen, maar ook vooral om carrière te maken vervolgens. Zou je daar iets over kunnen zeggen vanuit jouw positie? Ja, ik denk als ik de zaal rondkijk en zou vragen, wie heeft niet gehoord, minstens één keer, als je maar je best doet, dan kom je er wel. Althans, ik heb dat heel vaak gehoord van mijn ouders. En ik wil ook zeker niet zeggen, als het gaat om talentontwikkeling, dan heb je daar ook een eigen verantwoordelijkheid in. Om dat talent te ontdekken, op zoek te gaan naar dat talent, om dat te ontwikkelen, op zoek te gaan naar waar je dat kunt ontwikkelen en ook waar je dat talent tot zijn recht kan laten komen. En dat vraagt tijd en energie en ook een eigen verantwoordelijkheid. Dus je best doen is zeker, is nog zeker noodzakelijk. En denk vooral niet nu met krapte op de arbeidsmarkt dat je achterover kunt leunen. Zeker niet. Tegelijkertijd zien we ook dat dat talent ontwikkelen, ontdekken, ontwikkelen en zorgen dat het ook gewaardeerd wordt in onze samenleving, dat daar grote verschillen in zijn. Het maakt nog steeds uit in welk gezin je geboren bent, in welke wijk je opgroeit. En het is niet meer vanzelfsprekend. Als we gaan kijken naar de arbeidsmarkt, en ik denk ongetwijfeld een thema waar we het vandaag, maar zeker ook de komende jaren over gaan hebben, zien we enerzijds een enorme krapte op de arbeidsmarkt. We komen echt handjes tekort en we hebben ieder talent nodig. Tegelijkertijd weten we nog niet als samenleving, als geheel, alle talenten te waarderen. En daar hebben we met z'n allen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En wat mij betreft niet alleen maar richting arbeidsmarkt, maar vooral die arbeidsmarkt, die baan, die zorgt voor financiële onafhankelijkheid, voor bestaanszekerheid, voor structuur, voor het gevoel, voor de verbinding die je hebt met je omgeving en het gevoel dat je daaraan bijdraagt, dat je er mag zijn en dat je erbij hoort. Dankjewel. Als een van jullie wil reageren van harte, kun je dat doen hoor, maar het hoeft niet per se nu, maar in het algemeen wil ik jullie ook uitnodigen om op elkaar te reageren. Nou, ik denk dat ik dan doorga. Dankjewel, Esma. Ik denk dat het een heel duidelijk antwoord is. En ook wel toch een soort van, ja, ga niet achterover hangen, maar ga ook echt, doe je best, maar ook vooral, hou rekening met een aantal belangrijke. Doe je best, maar weet ook dat je soms ook hulp nodig hebt van anderen om tot het recht te komen. En dat is helemaal niet erg. Dus laten we dat ook gezamenlijk, die verantwoordelijkheid opnemen dat ieders talent tot zijn recht komt. Ja. Dankjewel, goed. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Karine, ik mag jij bij je voornaam noemen, begrijp ik. Het is ook een vraag vanuit die we hebben opgehaald. Zijn er zaken die de overheid onderneemt om bijvoorbeeld discriminatie bij sollicitatieprocedures te voorkomen? En dan misschien als subvraag, en ik stel hem maar gelijk. Wat adviseert u, of je, aan sollicitanten met een niet-Nederlandstalige naam of migratieachtergrond te doen bij een sollicitatieproces? Nou, laat ik beginnen met te zeggen, en ik denk dat dat heel belangrijk is om te erkennen, er is discriminatie op de arbeidsmarkt. En dat hebben we best wel lang niet zo hardop willen of durven zeggen, maar dat is er gewoon echt aan de hand. En ik denk dat het begint bij te erkennen dat het een probleem is. Want dan krijg je bewustwording bij werkgevers, bij brancheorganisaties, bij werknemers zelf. Dus dat is één. Twee, wat kun je er als overheid allemaal doen? Nou, er ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer over transparantie bij werving en selectie, gelijke kansen bij werving en selectie. Daar hebben we bijvoorbeeld ook aan toegevoegd een meldplicht voor uitzendbureaus als zij discriminerende verzoeken krijgen. Nou, uitzendbureaus krijgen wel eens discriminerende verzoeken. Ze willen niet mensen met een kleurtje, ze willen geen oude mensen, alleen jonge mensen. Gewicht kan ook nog een rol spelen. Dat zijn discriminerende verzoeken. En eigenlijk mag een uitzendbureau daar niet op ingaan. Maar er komt dus een meldplicht op het moment dat zij discriminerende verzoeken krijgen. Als de Kamer het aanneemt natuurlijk. Maar meer in een brede, ik noemde het net ook al even. Op dit moment, als je een hbo-opleiding afsluit, heb je dus 40% minder kans als je een niet-Nederlandse achternaam hebt op een vaste baan. Dat is enorm. Ik heb vrienden in mijn eigen omgeving met een niet-Nederlandse achternaam
die reserveren een restaurant op het naam van hun vrouw, omdat ze dan weten dat ze in dat hippe restaurant meer kans hebben op dat leuke tafeltje. Dat is nog steeds aan de hand. Dit zijn mensen met grote posities in de financiële wereld, mijn leeftijd, die het gemaakt hebben en die zich nog steeds niet ervoor uitkomen wat hun achternaam is. En dan denk ik, dat klopt niet. Als je echt gelooft in een samenleving waar iedereen ertoe doet, dan moet je trots durven zijn op je achternaam. Ja. Dus ik vind het ook heel erg moeilijk, zeg ik eerlijk, ik worstel met de discussie over anoniem solliciteren. Omdat ik weet dat het een verschil kan maken. We weten uit alle onderzoeken, als er anoniem gesolliciteerd wordt, dat mensen met een biculturele achtergrond meer kans maken. Van de andere kant, als je niet kunt laten zien wie je bent, wat voor samenleving zijn wij dan? Dus het antwoord heb ik er nog niet op. Ik weet dat het in de praktijk makkelijker is, anoniem solliciteren, maar principieel heb ik er moeite mee. Ja. En gelukkig zijn er op dit moment genoeg werkgevers die werken met cross-panels, dus dat je altijd iemand uit een ander organisatieonderdeel erbij zet. Er zijn uitzendbureaus die er heel bewust op sturen. Dus er is genoeg aan de hand en zeker bij deze arbeidsmarktkrapte moeten werkgevers ook wel. Maar ik hoop echt dat die mensen in mijn omgeving die het gemaakt hebben, die grote bankiers zijn, op een dag kunnen zeggen, ik heb gewoon lekker met mijn moeilijke achternaam gereserveerd. Of ze nou konden spelen of niet. Dankjewel. Esma, zou je daarop nog op willen reageren? Deze? Nou ja, ik herken de discussie wel. Zeker bij betrekking tot anoniem solliciteren. Dat hebben wij als gemeente zich ook over gebogen. Maar wellicht zou ik het nog een stapje verder willen brengen. Dat met alleen solliciteren, al dan niet met je eigen achternaam, kom je er nog niet. Op het moment dat je in een organisatie, dat je namelijk solliciteert bij een organisatie waar nog weinig sprake is van diversiteit en eigenlijk nog niet de inclusieve organisatie is, dan loop je ook een achterstand bij je sollicitatiegesprekken. Dan loop je ook een achterstand bij hoe je op de werkvloer opereert. Dus we moeten echt veel meer werk maken van diversiteit. En diversiteit is volgens mij een gegeven. We moeten eigenlijk naar de inclusiviteit. En dat geldt natuurlijk in de breedte ook op de arbeidsmarkt. En dat zie ik ook in mijn portefeuille, waarin we ontzettend hard onze best doen om alle stigma's en vooroordelen weg te krijgen. Maar het is ja, een keten die natuurlijk veel verder gaat dan enkel de brief sturen. Misschien kan straks ook een van de andere hoogleraren daar nog op reageren. Ook wat we weten vanuit wetenschap. Hoe we dat soort positieve inbreng kunnen hebben. Mag ik er één notie aan toevoegen? Ja. Want mensen hebben de neiging om iemand te benoemen. Iemand te promoveren, koffie te drinken met, het leuke project te geven aan iemand die op jezelf lijkt, maar 5 jaar jonger is. Ja. Ik heb graag internationale technische vrouwen in mijn omgeving met kinderen op de lagere school. Mijn kinderen zitten op de middelbare school. Waarom? Daar kan ik het beste mee vinden, die begrijp ik het best, daar kun je het beste mee schakelen onder druk. Terwijl we allemaal weten dat diverse teams beter presteren. Dus wat moet je doen? Je moet juist iemand in je team uitnodigen, in mijn geval een stille jurist, die anders is dan jijzelf. Maar op het moment dat we dat niet doen, op het moment dat we altijd toegaan naar iemand die op onszelf lijkt, dan komen we er dus niet met diversiteit en helemaal niet met inclusie. Nee. Dus mijn uitnodiging aan iedereen zou dan ook zijn, als je morgen gaat koffie drinken, kies dan een keer iemand die niet op jezelf lijkt, die niet dezelfde voetbalclub leuk vindt, die niet zo gezellig is in jouw ogen, maar die gewoon een beetje anders is, die liever over ballet of schaken heeft, zeg je, nou, dan wil ik daar eens alles van weten. In plaats van dat gesprek wat je eigenlijk elke maandag voert over diezelfde barbecue en voetbal. Ja. Ga het gesprek eens aan met iemand die echt anders is dan jezelf. Ja. Dat sluit heel erg aan ook bij het hele traject wat we ook binnen de universitaire wereld willen. Veel meer team science en ook diverse of inclusieve teams creëren. Maar ook meer het erkennen en waarderen van elkaars achtergrond. Ja. Want inderdaad, het klopt dat mensen die elkaar kennen, snappen elkaar. Terwijl juist moet worden uitgedaagd op dingen die nog nieuw zijn. Dankjewel. Als er dus ondertussen vragen zijn, ik zie het nog niet, maar alsjeblieft stel. En nogmaals, ik moedig vooral ook de studenten aan om vragen te stellen. Maar dank jullie wel voor deze discussie. En ik kijk ook nog even naar de panelleden, maar anders ga ik gewoon door naar Marileen. Wij binnen Tilburg University willen we eigenlijk dat onze studenten zeg maar hun full potential kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hè? Dus we willen dat ze groeien als persoon, als student, als mens. En dat vond ik ook mooi aan dat speech van Karine ook had over als burger, hè? Je verantwoordelijkheid nemen. Dat zijn echt de kernwaarden die wij ook in ons onderwijs, onze onderwijsvisie hebben. Jij hebt ook in je video gezegd, en niet zojuist in de speech, maar ook wel een beetje, maar dat talent wel tot zijn recht komt. En welk advies heb je voor onze studenten om hun talenten te ontdekken en tot zijn of haar recht te laten komen? Ja, dat is best een moeilijke natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat dat talent ontdekken en ontwikkelen, dat is echt een proces. In het begin
Heb je misschien hulp nodig bij wat zijn alle mogelijkheden? En dan langzaam groeien naar dat je daar zelf je voorkeuren in ontwikkelt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat gebeurt in een omgeving die vrij is, die de vrijheid geeft. Waarbij je gesteund voelt, maar ook uitgedaagd wordt. Dus ik zou ook studenten heel erg willen adviseren om daar zelf over na te denken. Van wat heb ik op dit moment het beste nodig en dat aan te geven. En misschien op mensen af te stappen, misschien mensen die ze niet kennen inderdaad. Om dat gesprek aan te gaan. Het is heel normaal volgens mij, of dat nou in de loop van een studie is of in een promotie of wat voor traject dan ook, dat er periodes van onzekerheid zijn. En dat hoort er allemaal bij, hè, bij dat ontdekken. Dus hou dat niet bij je, maar spreek daarmee met iemand waar je dat graag mee wil spreken. En dat hoeft niet degene te zijn die je aangereikt wordt door de omgeving, maar daar kun je ook zelf verantwoordelijkheid in nemen. En nogmaals, dat is iets. Ja, wat in het begin misschien meer op aanreiken van anderen gebeurt, maar nadat je verder in dat proces komt, je zelfs steeds meer zelf de regie in kan nemen. Ik denk vrijheid, steun en uitdaging, die heb je allemaal nodig. En zoek het vooral op als je denkt langs een van die assen meer nodig te hebben. En hebben we daar als universiteit ook nog een rol in, zeg maar, de begeleiding daarvan of het stimuleren daarvan? Of... Zeker. Dus ik denk, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat dat met een verschillende intensiteit gebeurt. Vroeger in het proces en later in het proces. Uiteindelijk kan je natuurlijk heel erg ideeën hebben van wat kan ik studenten aanreiken. Welke opties, welke talenten zouden ze hier kunnen ontwikkelen. En zolang dat nog in de beginfase van dat ontdekken zit. Dan is een student daar denk ik ook afhankelijk van de begeleiding die wij kunnen geven. Maar gedurende het traject moeten wij ook kunnen loslaten en zeggen van, nou ja, misschien zijn er wel allerlei andere ideeën die ik niet aan kan dragen. En ga ook eens met een ander of bij een andere discipline, bij een andere universiteit, met een andere professional spreken. Om te zorgen dat het ook niet een bubbel is. Hè, dat je dus ook met verrassing verrast kunt worden. Ja. Ik vind het zelf heel belangrijk dat je omstandigheden of voorwaarden creëert waarin je ook verrast kan worden. En dat is denk ik voor jonge mensen bij het zoeken naar hun talent heel erg belangrijk. En wij kunnen natuurlijk als universiteiten helpen of daarover nadenken. Hoe kunnen we dat ondersteunen, dat proces? En het is natuurlijk voor het vertrouwen geven van het je eigen talent kunnen ontwikkelen is natuurlijk wel super belangrijk dat je weet dat aan het einde van het traject er een samenleving is die ook daarvoor openstaat. En dan komen we terug bij wat discussiepunten van zo net. Dat moet wel heel duidelijk zijn dat er ook waardering zou zijn voor de keuzes, welke keuzes dan ook die ieder individu zal maken. Zeker, je moet je best doen, zeker, er is verantwoordelijkheid. Dat hoort er allemaal bij. Maar er moet wel ook vertrouwen zijn dat het straks de waardering krijgt die het verdient. En daar moeten we allemaal aan bijdragen. Dankjewel, Marjolein. Ik ga door, ook een beetje in verband met de tijd, naar de volgende panellid, Garissa. Ook jou heb ik een vraag van een student gekregen. En dat eigenlijk is het ook al een beetje benoemd volgens mij in jouw toespraak, Marjolein. Maar hoe voorzie je de ontwikkeling op de arbeidsmarkt als ik over 4 jaar, dus niet nu, maar over 4 jaar de markt betreed? Ja, dat is een leuke vraag. En eigenlijk heb je dan behoefte aan een soort glazen bol om te kijken van hoe ziet het er over 4 jaar uit. En dan denkt u misschien van 4 jaar, dat is toch maar 4 jaar. Maar als je HR-directeur op dit moment vraagt om 2 jaar vooruit te kijken van wat voor soort competenties heb jij nou over 2 jaar behoefte aan, dan vinden ze dat al een super lange vraag, moeilijke vraag. Dus je ziet dat de arbeidsmarkt op dit moment behoorlijk turbulent is. Hè. Deskundigen zeggen allemaal van dit hadden wij zelf niet zien aankomen. Tenminste niet in deze intensiteit. Dus had je me die vraag 4 jaar geleden gesteld, dan had ik er waarschijnlijk finaal naast gezeten. Ja. Dus dat geeft al aan van hoe moeilijk het is om te zeggen, hè, jullie, wat gebeurt er als jullie over 4 jaar klaar zijn? Nou, dat weten we niet precies. Maar een paar dingen weten we wel. En dat is in eerste instantie, waarschijnlijk houdt die krapte nog een hele tijd aan. Maar we weten niet precies in welke sectoren dat zal blijven zijn. Het feit dat er nu heel veel mensen met pensioen gaan, dat is één van de redenen waarom de arbeidsmarkt op dit moment krap is. En dat blijft natuurlijk voortduren. Maar er zijn op dit moment andere oorzaken waarom we zo'n tekorten hebben. En het kan best zijn dat dat over 4 jaar niet meer zo is. Dus dat betekent dat je wat dat betreft
best wel lastig kunt voorbereiden en toch moet je dat doen. En dan is de vraag van, ja, hoe doe je dat dan? En enerzijds natuurlijk door je opleiding goed te doen en die af te maken. En anderzijds, en dan sluit ik ook aan bij wat Marileen zo straks zei, om ook je talenten daarnaast te ontwikkelen. We komen er niet alleen maar met inhoudelijke kennis. Je moet ook jezelf als persoon durven ontwikkelen. Omdat we wel weten dat juist die persoonlijke skills, zoals bijvoorbeeld analytisch denken, maar ook goed kunnen samenwerken, vertrouwen creëren in een team bijvoorbeeld. Dat zijn competenties waarvan we weten dat we daar over een aantal jaren nog steeds behoefte aan zullen hebben. Dus doe als student, hè, doe ook leuke dingen naast je opleiding om je persoonlijk te ontwikkelen. Want daar zul je echt profijt van hebben in de toekomst. En het tweede punt is, denk niet dat als je over 4 jaar hier, hè, ik hoop dat jullie dan hier op dit podium staan en dan je diploma krijgt, dat dat de laatste keer is dat je naar school bent geweest. Of op je opleiding hebt gezeten. Je zult je echt moeten voorbereiden op een leven lang leren. Dus wij zeggen gewoon, als je hier straks weggaat, dan zeggen we tot ziens. En dan hopen we gewoon dat je nog heel vaak terugkomt hier of bij een business school, maakt niet uit. Maar je zult je moeten blijven ontwikkelen om op de arbeidsmarkt kunnen blijven functioneren. Ja, dankjewel. Kijk nog, ja, daar zie ik een vraag van uit, of niet? Oh nee, sorry, ik dacht, even je hand zo. Ik dacht, ik zie een beweging, maar sorry. Bijna gepakt. Dankjewel, Charissa. Ik denk ook dat, wat je zegt, het is wel krapte, maar er zijn natuurlijk ook nog wel een aantal mensen die nog steeds heel moeilijk aan de bak kunnen komen. Hè? Dus het is niet zo dat het voor iedereen zomaar een functie is, maar jij zegt vooral, werk ook aan je skills en aan de andere breder soortige talenten, dat, om vervolgens misschien ook wat breder inzetbaar te zijn straks. Ja, en dat geldt ook voor de mensen die nu nog aan de kant staan. Hè. Ook zij moeten zich kunnen ontwikkelen. En helaas is het zo dat ze die kansen met name krijgen als ze werken. Dus daarvoor moet ook al iets gebeuren. Dat we ervoor zorgen dat die mensen die heel graag willen werken, dat zij zich ook zo kunnen ontwikkelen dat zij werk kunnen vinden en dat ze dat ook kunnen houden. Dus daar hebben we werkgevers bij nodig. En daar hebben we ook de overheid bij nodig om ervoor te zorgen dat er in hen ook geïnvesteerd wordt. Dat is een grote groep, hè? Ja, dankjewel. Ja. Nou, dan ga ik toch naar de last but not least, Ton. Onze, ik zei het al, 1000 poten. En ook wel iemand die zich ook wel durft uit te spreken. Dus ik durf jou ook wel een beetje een prikkelende vraag te stellen. Ja. En dat is de volgende. Doet volgens jou de politiek wel voldoende om de crisis rondom de krapte op de arbeidsmarkt te beteugelen? Ja, kijk, we weten vanaf het moment dat de nieuwe coalitie startte, bleek al snel dat natuurlijk de arbeidsmarkt is de Achilleshiel ten aanzien van al die maatschappelijke opgaven. Maar ik vond het wel jammer dat de arbeidsmarkttransitie ook niet als opgave zelf werd geformuleerd, omdat dat eigenlijk precies is wat er nu aan de hand is. En wat ik wel mis, hè, de minister die had het, denk ik, sprak wijze woorden over hoe we naar de markt kijken. Maar ik merk toch heel gauw in Den Haag dat wordt gezegd, ja, het komt vanzelf wel goed. Hè, de markt, er komt wel een nieuw evenwicht. Dat komt wel, maar dat is heel laag. Hè, met 3 dagen crashes over, geen vaste leraar meer in de basisschool. Dat soort effecten. Dus wat ik heel belangrijk zou vinden, is dat je inderdaad meer gaat coördineren. Je kan zeggen dat kan niet, maar de waarheid is natuurlijk, er is niet één oplossing voor de krapte en er is niet één partij die het kan oplossen. En ik denk dat er dus heel veel waarde nog is toe te voegen als je dat wel doet. Maar als je dat besef ook uitstraalt. Ik heb dat de afgelopen tijd wel gemist. Hè. Het ging wel over de problemen die veroorzaakt worden, maar niet zozeer over wat je kan doen op de arbeidsmarkt. Wij gaan, Esma en ik, 21 september organiseren we hier een regiotop. Dan brengen we de hele regio bij elkaar, omdat we niet willen dat onze brede welvaart gaat wegzakken door de problemen op de arbeidsmarkt. En dat we ook niet willen dat het momentum voor mensen die nu niet werken voorbij gaat, terwijl het juist het moment moet zijn dat zij op die arbeidsmarkt komen. Maar dan gaan we dat precies wel doen. We gaan elkaar diep in de ogen kijken, wat voor opleiding worden hier geboden? Zijn dat de goede opleidingen nog steeds? Maar wat kunnen we meer doen dan we nu doen? En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat dat ook nationaal gebeurt. Ik weet natuurlijk, AWVN doet iets, iedereen doet wat, maar ik mis nog zeg maar een breed front om te kijken hoe moeilijk het ook is dat te doen wat je toch nog zou kunnen doen. Ja, mooi, dank je. Karine, misschien wil je nog reageren hierop? Ja, nou ik denk dat de arbeidsmarkt als transitie aan zich nu wel echt in de kijker staat. Hè, ja. Ook door natuurlijk alle uitdagingen die we zien. En dat zijn inderdaad uitdagingen als je het hebt over bestaanszekerheid en 2-3 flexbaantjes, oproepcontracten,
bagage sjouwen op Schiphol om rond te kunnen komen. Arbeidsmigranten, die natuurlijk vaak ook in die positie zitten. Maar ook gewoon de scheidslijn langs contract. Als jij maar 40% van de Nederlanders heeft een vast contract voor onbepaalde tijd. De rest is of ZZP'er, of oproep, of uitzend. Dat zijn dus mensen die veel moeilijker een huis kunnen kopen. Die veel moeilijker voor hun gezin kunnen zorgen. Die veel minder zekerheid hebben als er iets overkomt. Dus daar moeten we echt wat aan doen. En tegelijkertijd is er die krapte. Met een miljoen mensen die aan de kant staan. Daar zijn natuurlijk allerlei programma's, er zijn allerlei samenwerken. Maar we zijn ook inderdaad echt op zoek, en daarom is die regio-oploop ook zo belangrijk, naar samenwerkingsvormen waar je dat voor elkaar kan krijgen. We zijn bezig RMT's op te zetten. Maar dit soort initiatieven, want je hebt uiteindelijk overheid, werkgevers, werknemers samen nodig om het te doen. Je kunt het niet of alleen als werkgevers, of als werknemers, of als overheid. En dat is de grote vraag, hoe we dat zonder te veel fus en overhead voor elkaar gaan krijgen. Maar wel met praktische zaken. En we hebben geen één oplossing. Maar een heleboel dingen samen gaat wel een soort van een richting van oplossing geven. En dat hebben we wel nodig. En tweede is misschien wel, het is een beetje anekdotisch, maar toen wij de brief schreven over arbeidsmarktkrapte vlak voor de zomer, hebben we nogal een discussie gehad dat we daarin erkennen dat niet alleen werkgevers, maar ook de overheid een verantwoordelijkheid heeft om de krapte aan te pakken. Dat was wel een kleine revolutie in Den Haag, omdat we natuurlijk jarenlang hebben gezegd, het is aan de markt. En dat is wat ik net ook bedoelde met die aanwezige overheid. Je kunt het niet alleen als overheid, maar je moet er ook instappen. Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is, als je naar Nederlandse geschiedenis kijkt, dan hebben we 25 jaar geworsteld over de arbeidsvormen, zeg maar. Dus de contractvormen van arbeid. Dat gaan we nu weer doen, omdat er een stapel rapporten ligt. Maar de essentie is natuurlijk, het thema van deze bijeenkomst, is de ontwikkeling van mensen, het talent, de skills. Dus ik hoop niet dat we doorgaan, zeg maar, met die op dezelfde manier als hoogste prioriteit naar de vorm te kijken van arbeid, maar niet naar de inhoud van arbeid. Want dat hebben, denk ik, Europees gezien ook enorm, hebben daarin afgeweken de afgelopen tijd. Ja. Dus als je dat samenbrengt, dan moet ook iets gebeuren, ben ik helemaal eens. Maar uiteindelijk denk ik, het thema van vandaag, dat moet echt op één. En laat mensen op allerlei vormen arbeid verrichten. En behandel mensen dan ook gelijk. Maar ik zou me niet verliezen opnieuw in de vormendiscussie, maar ik zou in de inhouddiscussie vooral willen duiken. Ja. Nee, en leven lang ontwikkelen is daar natuurlijk een enorme poot van. Maar tegelijkertijd is er een opdracht, ik kijk Kim ook even aan ons allebei, om, er ligt een mooie brief over de arbeidsmarkthervorming, om dat komende jaar ook wel door te zetten. Dankjewel. Ik wil nog twee mensen, misschien moet Marileen nog een laatste kans geven. Eigenlijk de tijd is voorbij, maar ik vind het heel belangrijk, want ik merk dat het nu echt loskomt. Dus ik wil jou, Charissa, en ook Espa dan nog als laatste de kans geven om nog even. Ja, ik wilde graag een oproep doen om die dingen inderdaad te verbinden. Want je ziet nu dat er de groep werkende armen, dat is een groep die bestaat met name uit mensen die flexcontracten hebben. Maar die mensen die hebben dus eigenlijk niet meer de mogelijkheid om zichzelf hieruit te trekken. Hè, want zij werken al. En dan zie je ook vaak, zodra mensen werk hebben, trekt de overheid zich terug. En dan wordt het overgelaten aan werkgevers. Als mensen geen werk hebben, dan vallen ze onder sociale zekerheid en bemoeien werkgevers zich er niet mee. Dus ik wil echt pleiten om die twee dingen bij elkaar te brengen. En dat niet zo verkokerd te zien, want anders krijg je geen inclusieve arbeidsmarkt. Dan mag jij het laatste woord, Karin. Even Esma. Ja, ik wilde daar graag op aansluiten, dat ik dacht, het zijn meerdere knoppen die je hebt waar je aan kunt draaien. Er is geen makkelijke oplossing. Dat vraagt van een ieder een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En het vraagt van een ieder ook om buiten je eigen koker na te denken. Wat kun jij daaraan bijdragen? Dat gaan Ton en ik ook inderdaad doen op die top. En proberen dat hier in de regio neer te zetten. Maar wat ik ook wilde toevoegen, want we hebben het heel vaak over mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan en geen positie hebben, zich niet gezien en gehoord voelen en niet mee kunnen doen. Die proberen we via om- en bijscholing uiteraard richting de arbeidsmarkt toe te leiden. Maar wat we ook echt moeten toevoegen aan deze discussie en aan de maatschappij, is dat we talenten, dat we alle talenten op een goede manier weten te waarderen. Er zijn een heleboel mensen die staan aan de zijlijn, die zijn ontzettend talentvol, dragen ook een maatschappelijk steentje bij. Meer dan dat, alleen wij als samenleving in het geheel weten dat niet op een manier te waarderen dat het ook financieel loont. Dus ook die denkwijze wil ik graag toevoegen aan de discussie. Oké, Karin, bij jou het laatste woord voordat ik het ga afronden. Ja, ik wil zoveel dingen tegelijk zeggen. Ik moet kiezen, denk ik. Maar kijk, als je mensen perspectief wilt bieden, moet zich kunnen ontwikkelen. En je ziet dus nu bij mensen die aan de kant staan,
dat die weinig opleidingsmogelijkheden hebben. Je ziet het bij mensen die geen vast contract hebben. Want mensen die wel een vast contract hebben, die krijgen al die mooie opleidingen. Maar de oproepcontracten, de flexbanen, de ZZP'ers, niet of nauwelijks. Tweede is in het hele koopkrachtdiscussie gaat het niet alleen om wat wij wel of niet aan salarisstijging doen. Het gaat ook om die contractvormen. Want inderdaad, de meeste werkende armen zijn die mensen met die 2 of 3 oproepbaantjes of die flexbanen. Dus we moeten ook echt iets aan die arbeidsmarkthervorming doen. Tegelijkertijd, als je het over koopkracht hebt, moet je ook zorgen dat de werkende armen het structureel beter krijgen. Want op dit moment is het zo dat als je een werkende armen bent, dat je eigenlijk bijna, dat heeft het CPB ook gezegd, bijna niet kunt rondkomen. Dus daar moeten we ook echt gewoon qua inkomen naar kijken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk beter als je die opleiding krijgt, als je kunt ontwikkelen. Dus werk vinden, werk behouden en je doorontwikkelen in werk is echt de sleutel tot de ontwikkeling en tot dat sociale perspectief van mensen. Zodat ze het gevoel hebben dat als ze ergens voor gaan, dat ze ook verder komen. En daar staan we voor. Ja. En als ze dat niet meer hebben, dan haken ze af. Dus wij moeten met elkaar zorgen dat we het sociale perspectief weer voor elkaar krijgen. En daar zijn we als heel Nederland, als alle leiders van Nederland bij. Dat is echt niet alleen van de politiek. Ja, en daar dragen wij denk ik als universiteit graag een steentje aan bij. Hè? Om ook, vooral ook het leven lang ontwikkelen, maar ook gewoon het opleiden van jonge talenten en mensen die hier ook aan kunnen bijdragen. Bij deze wil ik afsluiten, want ik weet dat ik over de tijd ben. Maar ik vond het toch een interessante discussie en dat wil ik op het volgende moment dan toch niet afkappen. Ik wil jullie heel erg ontzettend bedanken voor jullie interessante bijdrage. En ook de studenten die dus vragen hebben aangeleverd, bedanken voor hun vragen. En dan wil ik nu graag het woord teruggeven aan Wim. Wij blijven gewoon even zitten en Wim zal de hele ceremonie afsluiten. Dank jullie wel. Dank jullie ook om zo betrokken mee te denken, mee te luisteren bij iets wat zich denk ik na vandaag niet meer ergens kan parkeren in de zijlijn van het debat. In de kern hebben we een buitengewoon belangrijk vraagstuk aangeraakt, het herontwerp van de instituties vanuit wel die oude idee van waarom doen we dat eigenlijk, sociaal rentmeterschap. Mevrouw de minister, ik denk dat u Tilburgse reden nog lang zal nadenderen. En het mooie beeld van het ballet van de president van de KNW laat zien dat intussen inderdaad ook de kunsten weer terug zijn waar ze horen, namelijk bij de wetenschappen in de buurt. Want uiteindelijk gaat het allemaal om creativiteit, om nieuwe ideeën, om vormgeven aan inzichten. En dat past bij de universiteit die eigenlijk als woord synoniem is met diversiteit. Een universiteit die niet divers is, kan eigenlijk geen echte universiteit zijn. 2 natuurkundigen aan het woord, zei u, ik geloof dat in uw vakgebied de diepste kennis op dit moment ook gaat over de vraag of de grote vraag of het een universum of een multiversum is. U ziet dat de sociale wetenschappen en de natuurkunde liggen niet zo heel ver van elkaar als het echt om de wezenlijke vragen gaat. Het was mooi om naar u beiden te luisteren en ik wil namens ons allen u zeer hartelijk danken. Dat geldt niet minder ook voor Esma Lalle, de wethouder in onze stad, oud-collega die nu haar contract heeft opgezegd om een nieuwe toekomst in het Tilburgse bestuur te gaven. Maar we zijn dicht bij elkaar gebleven. En de Tilburgse stadshoogleraar, ook een kleine innovatie die we hebben gehad, zorgt ervoor dat wij onze missie om kennis dicht bij beleid te hebben, daar waar het helpt om echt nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het past echt bij ons. Het hoort bij ons, denk ik. Ik wil u niet naar huis laten gaan zonder een kleine blijk van waardering. Ik zal het overigens zo dadelijk netjes aan u geven. Maar het zal zijn een atlas van Europese waarde. U kent de traditie van deze universiteit. Uw vader, ik vergat uw schoonouders te groeten, dat doe ik bij deze nog, want met recht trots op een Tilburgse reden van de minister die richting geeft en die richting wijst, ook in een Europese context. De atlas van Europese waarde, ook voor u mevrouw de president en mevrouw de wethouder, heb ik zo'n atlas, omdat we hier al jaren volgen, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is de temperatuur? Niet alleen binnen de Nederlandse context, maar nadrukkelijk ook Europees. En ik zal zorgen dat u ook nagezonden krijgt, toch altijd een beetje, de mooie biografie van kardinaal Willebrands. En het geeft mij de gelegenheid om te zeggen dat deze biografie door een van onze prominente wetenschappers, Karim Schelkens, vice-decaan onderzoek binnen onze theologische faculteit van katholieke theologie, gisteren is genomineerd als een van de beste biografieën uit honderden biografieën, 1 van de 10, en concurreert met Willem de Zwijger.
Ik denk dat kardinaal Willebrands dat verdiend zou hebben. En ook deze leesbare biografie krijgt u. Want wij doen ook nog steeds in boeken. Dat valt soms wat minder op. Maar mooie boeken met wijsheid, dat is ook een universiteit. Zeker, Paulina, nu jij de bibliotheek vanmiddag opnieuw hebt geopend, is het misschien mooi om dat te zeggen. Het was mooi, het was fijn dat u er allemaal was. Nogmaals, heel veel dank dat u er was. Ik zeg ook tegen de collega uit het Hoogleraarkoor, de emeriti die er allemaal waren, decanen. Fijn dat we deze opening van het academisch jaar samen zo hebben vorm kunnen geven. Dan ga ik u zo dadelijk vragen om rij voor rij, nadat het cortège de aula verlaten heeft, de zaal te verlaten. Het lijkt doorgaans toch de meest doelmatige wijze om snel naar buiten te gaan. En dan wil ik nu deze zitting sluiten met gebed. Ik wil u verzoeken daarbij te gaan staan. En de hoogleraren hun baret voor zover. Dat wij volstromen met levensadem, die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis, om te helen wat onheelbaar lijkt, om te halen wat onhaalbaar schijnt. Ik dank u voor uw aandacht.